Ik denk dat ze vaak niet de essentie van hun aanpak, of weten hoe dat ze de essentie van hun, of de, het resultaat van hun aanpak moeten meten. Mm-hmm. Waardoor ze er heel veel parameters bij trekken, zoals bounce rates en time on size, om toch maar iets te kunnen vertellen. Ja. In aanloop van een sale. Bijvoorbeeld, stel dat je doet Google campagnes, je doet social campagnes. Je weet, oké, mijn social campagnes gaan niet onmiddellijk leiden tot leads. Maar ik ga dan wel in plaats daarvan eens kijken van de mensen die dan via social binnenkomen. Blijf die lang op de website, bekijken die verschillende partners, om maar iets te zeggen over de kwaliteit van je campagnes, omdat je weet dat die niet rechtstreeks in iets meetbaar gaan resulteren. En ik heb soms het gevoel dat ze daar dan heel veel parameters bij sleuren om toch maar enigszins die een impact of een idee te kunnen geven van wat het een impact is van de dingen die ze aan het doen zijn, die misschien niet direct leiden tot business. En dat ze misschien ook nooit echt wel in de campagnes zijn gedoken of daarop gezet, maar dat ze dieper liggen niet echt hebben meegekregen wat dat we hier nu juist aan het doen zijn, wat dat we ambiëren. En dat ze dan gemakkelijk beschikbaar, het zijn ook niet toevallig de meest zichtbare cijfers, de bounce rate, time on site, aantal pagina's die worden bekeken, die zitten gewoon in een van de standaardschermen van analytics. Ik denk dat een groot stuk van de reden waarom die terugkomen ook is omdat die zo open en bloot beschikbaar zijn en zo zichtbaar zijn in Google Analytics. En ik denk een typisch voorbeeld, een bounce rate of zoiets, stel dat je heel hoge bounce rates zou hebben op een contactformulier, mensen die organisch binnenkomen en die op een contactformulier binnenkomen die onmiddellijk bouncen, op zich hoeft dat niet slecht te zijn, in tegendeel. Dat zijn vaak mensen die misschien gewoon even korte contactgegevens zoeken en inbellen of een aanvraag insturen en toch weg zijn, ja dan is dat niet slecht. Hè? Maar inderdaad, als we dat ongedifferentieerd gaan evalueren, van gemiddeld genomen zit onze bounce rate heel hoog, dat zegt niks over de kwaliteit van uw online aanwezigheid. Dus het is zeer gevaarlijk. Hetzelfde met bijvoorbeeld organisch verkeer. Als je het over ongedifferentieerd hebt, vaak worden dan de verschillende instroombronnen qua kanalen opgelijst. En dan staat organisch ertussen, maar er is een heel groot verschil tussen iemand die op basis van uw zoekterm organisch naar uw homepage komt en iemand die via een randterm en een niet-branded term via uw blogpagina of via een SEO-pagina uw website bezoekt. Huh? Dus als je dat op een hoop gooit van ons organisch verkeer gaat goed, ja, er zijn nog wel wat nuances die dat eronder liggen die dat je mee moet geven, omdat het anders gewoon een totaal verkeerd beeld geeft van uw cijfers. En het kan perfect zijn dat iemand, die we gezegd, iemand via de homepage organisch binnenkomt, dat die drie keer zo lang blijft en drie keer zoveel pagina's bekijkt als iemand die gewoon via een zoekopdracht, via een blogartikel organisch binnenkomt, die vraag beantwoordt zich op die pagina op een kwalitatieve manier en terug weg is. Dat kan perfect prima zijn. Ja. Maar als je dan puur naar die bounce rate gaat kijken, dan lijkt het of dat blogartikel het heel slecht doet. Maar in C hoeft dat niet zo te zijn.